Oké, even laten zien wat ik allemaal heb gekregen deze kerst. Hele leuke cadeaus. Middag. Het is al middag. We hebben heel de ochtend gewoon gechilled. Dus we hadden nog niet gevlogd. Ik ben wel aangekleed. We gaan naar mijn ouders. En opgemaakt. Ik heb deze jurk aan van Warehouse. Met deze panty en mijn Guess sneakerbadjes. En oh, Sarah die heeft ook zo mooi die jurk aan. En we gaan weer kerst vieren. Leuk hè? Je kan er ook afschuiven zo. Even zo. Moet je wel je schoot houden? Gaan we het met schoot? Dit moet je er voorzichtig afhalen. Nee. Ik denk een portemonnee. Ja. Ja. Ik denk wel met zoiets heel voorzichtig voor Sarah. Goedemorgen zonder zorgen. Oh. Je weet toch zeker dat je nog maar zit bent, hè? Echte opa? Geef die maar aan opa dan. Oeh, kijk eens. Ja, moet daar nou? Nee, toch. Moet opa nou iets verkopen? Ik denk dat je het moet lezen, opa. Jezusie. Ongezellig met je kleindochter en kleinzoon bij... Die ken ik niet. Kaho. Kaho. Ken ik niet. Wat is het? Volgens mij is Kaho... Oma, dan. Weet jij wat Kaho is? Het is afgeleid. Wat krijg je? Een babycadeau. Een babycadeautje. Oh, wat een cadeautje. Ik word weer opa. Dat kan niet. Oh. Je bent al opa. Ja, weer opa. Zeg. Oh, nog een keer. Ja. Dat is erg als we dat in de Je bent een opa shower. Hey. Je bent een opa shower. Oh, voorzichtig. Wat is dat? Wat is dat nou weer? Een kerstkaart. Een kerstkaart? Ja, zoiets. Een oudejaarslot. Moeten we centjes mee verdienen. Kijk, een hoofdprijs. 30 miljoen. 30 miljoen. Ja. Die moeten we natuurlijk even winnen. Mama heeft dat hele mooie huis. 1 op 5 miljoen. 1 op 300 miljoen. Hoeveel loon zouden het kost zijn? Heel veel met de oudejaarslot. 5 miljoen, 6 miljoen. Gelijk na het eten weer naar huis. Sarah die wordt weer ziekjes. Echt zo jammer voor haar. En ja, voor ons natuurlijk ook. Dus, wat zeg je? Bla bla. Oké. Nou, dan voel jij je niet meer zo ziek op dit moment. Dus ja, Sarah snel weer naar de bedje. En ja. Oké, even laten zien wat ik allemaal heb gekregen deze kerst. Hele leuke cadeaus. Ik ga ze gewoon even random door. Ik heb 2 USB-sticks. Ik backup heel erg veel, omdat ik gewoon heel veel foto's maak en video's schiet. Nou, natuurlijk, dat weten jullie. En dat vind ik heel fijn. Ik heb 2 halve staatsloten voor de oudejaarstrekking. Nou, dat is allemaal niet heel boeiend om echt te laten zien.
Deze vind ik wel heel leuk. Hij zit nog in het plastic. Ik heb altijd dat ik... Ja, gewoon met slaap heb ik van heel veel dingen last. En deze, daar zit nog een beetje vaak in. Dit is een speciaal kussen. Ik doe altijd dat hele dekbed tussen mijn knieën, zeg maar. En dit is een kussen, dat is speciaal gemaakt dat je hem dus, zeg maar, zo tussen je benen kan doen. En dan hoef ik dus niet meer het hele dekbed naar me toe te trekken. Dus deze is van comfycenter.com. Kan zien. En hij loopt dus ook echt zo. Hij is niet super groot. Hij wordt wel nu iets groter nu hij uit de vacuüm is. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem vanavond ook gelijk uittesten. Er zit ook een ritsbare los omheen. Dit is het kussen zelf. Dus dan kan je hem ook gewoon weer wassen. Ik ben echt heel benieuwd, maar deze wilde ik echt heel graag hebben. Dus ik hoop echt dat het wat is. We gaan het vanavond merken. Jullie zullen het morgenochtend horen. Wat heb ik nog meer? Ik heb deze hele leuke jas gekregen van Warehouse. Ook iets wat ik heel graag wilde, want ik wilde heel graag een witte winterjas. Ik vind altijd al die donkere kleuren. Ik vind het niet bij alles wat je aan hebt leuk. En toen heb ik deze gekregen. Het is een terrijas. En ik vind hem heel erg leuk. Dus ook al blij mee. Ik ben met alles best wel blij. Dan heb ik deze gekregen. Dit is... Er zit ook nog een plastic nu. Een gezichtsmassageroller. Dus dit is voor de kleine stukjes op je gezicht. En de andere kant voor de grote. En dit is... Hier. Ik denk al, ik ga het niet overkrijgen, maar het gaat wel. Hij ziet er dus zo uit. Hij is heel zacht roze met goud. En dit is dus voor de grotere stukken. En dit is dus voor... Kleinere stukjes. Het voelt ook best wel lekker. En hij is echt koud, want hij is natuurlijk net ook in de auto geweest en zo. En dit zou dus de doorbloeding in je gezicht ook beter moeten laten zijn. En dus bevorderlijk voor je huid. En die wilde ik ook al graag hebben. En die heb ik nu dus ook. Ik moet zeggen dat het echt wel heel lekker voelt ook. Ik denk dat ik het misschien gewoon dacht in een badkamer leggen, maar... Misschien leg ik maar beneden dat je dan tv zit te kijken en dat je je gezicht zo zit te masseren. Ik vind hem echt mega fijn, moet ik zeggen. Hè? Ook al blij mee, om heel origineel te zijn. Even kijken, met zijn doosje. Dan heb ik van Basil de Darcy L. Ratan Basket. En een nieuwe fietsmand, want mijn nieuwe fiets heeft nog geen mand. En ik vind een fietsmand mega, mega fijn. Dan hebben we nog deze. Die hebben jullie in de vlog van gisteren ook wel gezien. Moet ze nog ruilen, dus ik hoop maar dat ze er nog in maat zijn. Want ze hebben dus van Marco een te kleine maat erin gedaan. Maar deze Guess Sneaker Wedges. Ik zie dat de kleur niet helemaal goed oppakt. Dat komt omdat ik gewoon wat geligere lampen heb in de kamer. Maar ze zijn dus een beetje beige goud. En... Ja, ik heb natuurlijk al twee paar sneakwatches en die draag ik heel graag. Dus ik vind het wel heel erg leuk om dit derde paar erbij te hebben. Alleen nog afwachten als ik ze er al, of ze er dan van mijn maat zijn. Want die dingen zijn altijd zo snel uitverkocht. En als laatste heb ik deze. Deze van Michael Kors. Dit is, ja, het zit een beetje tussen een portemonnee en een clutch in. Er zit ook een bandje in. Hij heeft echt mega veel vakjes. Dus hier voor pasjes. Hier zitten nog vakjes. Hier weer voor pasjes. Hier zitten nog vakjes en een rits. Dus hier kan heel veel in. En je kan dus het bandje afhalen en als portemonnee mee. Maar ook als clutch. Dan kan je ook nog je telefoon of lipsticks of zo erin doen. Daar is die groot genoeg voor. Dus ik ben goed verwend. En ik moet dit nu allemaal even een plekje gaan geven. Ik heb het zoals gebruikelijk natuurlijk weer veel te laat gemaakt. Dus ik ga snel naar mijn bedje. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Laat een duimpje achter en een leuke reactie. En dan zie ik je morgen. Doei doei.